is een hier. Het gaf een aantoning dat zo is. Ja. Ja, 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 dus je zit in een soort rare onmogelijkheid, als het ware. En wat onderzoeken ze dan in quantum mechanica? Ja, ik denk toch dat ze toch proberen te begrijpen hoe het zit. En volgens mij is dat volgens jou een soort van geen nutteloze endeavor, maar misschien niet de juiste manier om daar te kijken? Of? Nee, ik denk dat zij een soort realistische. Ik denk dat zij zich midden in de paradox zitten van heel precies willen weten hoe het zit. Ja. En weten dat dat never lukt. Ja, maar wat voor soort kennis kan dat voortbrengen dan? Ja, dat is een goede vraag. En misschien is het wel een soort kennis van hoe leren wij de werkelijkheid eigenlijk wel of niet kennen, in plaats van dat je die werkelijkheidskennis opvat. Dus het gaat misschien wel veel meer om kenprocessen dan om kenproductie of zoiets. Ik weet het niet, maar zoiets. Veel meer een epistemologische onderzoek wordt het dan eigenlijk. Maar goed, ik ben geen kwantumfysicus, dus ik weet helemaal niet of dat zo is. Het kan best zijn dat zij nu denken van wat raar, maar ik pik dat eruit op, ja. En in de hele maakbaarheidswereld van organisaties is het natuurlijk een enorm inzicht dat je echt probeert om aan de binnenkant van de werkelijkheid te komen en snappen wat er aan de hand is. Mm-hmm. En je tegelijkertijd te realiseren dat alles wat je daarover bedenkt en zegt en ziet een soort van constructie is of projectie. Of ja, want daar gaan we het inderdaad vandaag over hebben. Organisaties. En het geweld wat organiseren de wereld aandoet. Zoals we volgens mij in ons eerste gesprek hadden. Ja. En ik vind het interessant om wederom iemand te hebben die heel veel fundamentalistische filosofie gebruikt in de dagelijkse praktijk. Dat echt inzet voor wat we aan het doen zijn in de dagelijkse praktijk. Ja. Dus misschien kun je een beetje even uitleggen wat je precies doet. Ja, inderdaad. Ja. Ja, eigenlijk mijn hele werk is eigenlijk heeft te maken met mijn fascinatie voor het begrip, of niet voor het begrip, voor de praktijk van organiseren, van organisaties. En het interessante is dat wij, om de wereld een beetje te kunnen begrijpen, of onze werkelijkheid een beetje te kunnen begrijpen, we de werkelijkheid ook in stukjes knippen. Ordenen noemen we dat. Mm-hmm. Organiseren. Hè? We bedenken van dit is A en dat is B en dat is boven, dat is beneden. Dat is de basis, de medewerker, dit is de wet, dit is de uitzondering. Dus wij maken voortdurend ordeningen in die werkelijkheid. We halen dingen uit elkaar. En daarmee bouwen we als het ware systemen waarmee we onze werkelijkheid een beetje kunnen begrijpen. Mm-hmm. Logische systemen, maar ook gewoon praktische systemen. Mentale systemen. Protocollen, processen. Systemen. Ja, dus dat gaat van het maken van huizen en gebouwen en inrichten ervan tot ICT-structuren, tot processen in organisaties om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wanneer je zegt organisaties, bedoel je niet alleen bedrijven of instituten of iets dergelijks, maar je bedoelt organisatie misschien met een hoofdletter O? Of? Ja, het is allebei. Dus je hebt, het is wel een mooie wat jij nu zegt, want ik denk dat wij vaak aan organisaties denken in termen van instituten. Mm-hmm. Maar ik benader organisatie ook als een soort fundamenteel fenomeen van wat mensen doen. He, wij organiseren de hele dag ons leven. Dat woord gebruiken wij nu, dat bestond misschien 100 jaar geleden nog niet, dat weet ik niet. Maar wij zijn voortdurend bezig om de dingen op de een of andere manier in orde te brengen. En dat is ook onontkoombaar. Het is de enige manier, zeg maar, om te kunnen leven, is om ook te begeven in de symbolische orde, zoals Jacques Lacan dat ooit heeft gezegd. Je moet deelnemen aan de symbolische orde van taal en afspraak om in deze wereld te kunnen leven. Mm-hmm. Maar mijn fascinatie zit er eigenlijk op dat wij vervolgens al die systemen die wij zelf bedenken, of dat nou taal is, of dat nou wettelijke systemen zijn, of juridische systemen, of ruimtelijke systemen, of afspraaksystemen, weet ik veel wat. Dat wij die systemen vervolgens gaan zien als een soort werkelijkheden op zichzelf, die wij niet zelf hebben gemaakt, maar die er gewoon zijn. Een soort entiteiten op zichzelf. En die dan vervolgens ons gaan beheersen, in plaats van dat wij die systemen beheersen. Mm-hmm. Dus onze organisatie gaat ons weer herorganiseren. Ja, dus dan zeggen wij bijvoorbeeld in een situatie van een organisatie, dat we zouden eigenlijk met z'n allen linksaf moeten.
Maar dat mag niet van de wet. We zouden eigenlijk dit, maar dat kan niet volgens de baas. En zo wijzen we als het ware iedere keer een soort eigenaar van een systeem aan, die dan iets zou hebben bedacht, mm-hmm. waar wij niet onderuit kunnen. En daarmee plaatsen we onszelf buiten het systeem. In plaats van dat we zien dat we onderdeel ervan zijn, sterker dan dat wij het zelf zijn. Dus wat ik vaker zeg, en het is er eentje die ik elke dag in mijn eigen leven ook tegenkom, is, en ik heb dat van, hoe heet hij? Nou, ik ben zijn naam even vergeten. Daar kom ik zo wel op. Dat is iemand, een levenshoogleraar, en die zegt, wij klagen over het systeem. De baas, de wet, de weet ik wat niet allemaal. Maar wij zijn het systeem. Mm-hmm. En ik vertaal die altijd voor mezelf in, ik sta niet in de file. Ik ben de file. Ik ben de file. En, dat is moeilijk hoor, want als je erin staat, vandaag, ik stond nu ook weer op de brug, yeah. dan zeg ik sta in een file. Maar ik ben natuurlijk mede veroorzaker daarvan. Maar het is feitelijk waar dat je in een file staat, toch? Jawel, maar de neiging is om dat te zeggen, is dat je, als je dat zegt, dan denk je, dan doe je alsof die file buiten jou bestaat. Mm-hmm. Er is iets wat een file is, en daar ben ik nu in terecht gekomen. En dan ben ik een soort slachtoffer van die file. Mm-hmm. In plaats dat ik me realiseer dat ik één van de onderdelen ben die file maakt. Ik bedoel, ik veroorzaak hem niet in mijn eentje, maar ik ben er wel onderdeel van. Ik draag die file ook. Ik maak die file ook mee. En zo denken wij vaak niet. Hè? Dus dan denken wij van, we denken als het ware aan een wereld buiten ons. En dat is natuurlijk typisch, zoals wij ook westerlingen zijn opgegroeid. Wij kijken naar de wereld alsof die iets buiten ons is, in plaats van dat we ons realiseren dat wij zelf voortdurend onderdeel daarvan zijn. En hoe vertaalt dat dan door in de organisatie? Want je noemt een aantal dingen. En wat mij opviel was dat je zei dat we vaak, wanneer we denken, oh, we zouden A moeten doen, het niet doen omdat het systeem dat niet toelaat of de baas het niet toelaat. Mm-hmm. Zou het tegelijkertijd ook niet zo kunnen zijn dat die systeem zelf een leidraad is voor wat je wel en niet kan doen? Dus dat het feit dat je het niet zou moeten doen volgens het systeem misschien een goede kompas is om het niet te doen, om het daaraan te toetsen. Nou, in die paradox zitten we eigenlijk voortdurend. Dus ik zeg niet, we moeten geen systemen hebben. Ik zeg ook niet, we moeten alles uitschakelen, we moeten niet organiseren. We zitten in de paradox dat we voortdurend genoodzaakt zijn om te leven in systemen. En tegelijkertijd moeten we ook in staat zijn om te zien dat wij die systemen zelf hebben gemaakt. Dat we dus ook kunnen afbreken als het nodig is. Mm-hmm. En wat ik geweld noem is, geweld is natuurlijk een groot woord, hè, in de wereld. En zeker in de wereld van nu, of misschien altijd, maar ook voor ons in deze wereld is geweld een heel groot woord. En dat is bijna, ja, hoe zeg je, dat is bijna oneerbiedig om het te gebruiken voor zoiets safes als organisatie. Maar in de filosofie betekent, is geweld ook niet een moreel geladen woord, of het is niet een normatief begrip, maar het is als het ware een fenomeen. Hè? Dus het staat eigenlijk voor het vermogen van, als mensen in staat zijn om, mensen zijn in staat om ordeningen aan te brengen in de wereld. Mm-hmm. Dus ze zeggen, dit hoort ergens wel bij, dat hoort ergens niet bij. Hè? Dus denk maar aan ons grensverkeer. Hè? We zeggen, die mag er wel in en die mag er niet in. Of je moet wel of niet een paspoort hebben of tot een bepaalde gemeenschap behoren. Dan sluiten wij voortdurend iets of iemand buiten. Mm-hmm. Dat is ook een fysiologisch proces. Hè? Want ook in deze ruimte zitten wij nu en wij horen, er zijn veel meer indrukken, esthetische indrukken, zintuigelijke indrukken van geluid en geur en dingen die op ons afkomen, die we allemaal lang niet kunnen bevatten. Dus wij selecteren de hele tijd uit. Ik geloof dat wij iets van 99,9, nog wat procent behouden. En dat doen wij om te overleven, anders worden we knettergek. Mm-hmm. En dat is wat we met organiseren ook doen. Hè? Dus met organiseren brengen we voortdurend kaders, frames aan in de wereld die iets buitensluiten, zodat er iets ingesloten kan worden, dat we overzicht creëren. En in dat uitsluiten, daar zit fundamenteel geweld in. Want je zegt tegen iets of iemand, jij hoort er niet bij. En waarom is dat geweld? Waarom omdat je daarmee iemand uitsluit van de orde. Dus er buiten zet. En dat is een vorm van geweld, zou je kunnen zeggen. Omdat je daarmee iemand niet toelaat tot of iets. Tot iets, ja. Tot de gemeenschap, of tot goederen, of tot geluk, of tot
neutraal tot een orde. En daar kun je heel, daar kun je, dat kan natuurlijk hele extreme vormen aannemen in de vorm van nou ja, de grenzen sluiten van een land bijvoorbeeld. Dan is het heel duidelijk, dan kun je nog wel voorstellen dat het geweld is. Maar als je je bureau opruimt en je denkt van, nou ja, dit boek, of je boekkast opruimt en je zegt, dit boek gaat naar de kringloop en dit blijft staan. Dat is natuurlijk niet echt geweld in de zin van dat iemand daar onder lijdt. Althans, laten we dat daar even op houden. Maar het is wel een vorm van uitsluiting. En Agamben heeft daar eigenlijk een heel prachtige uitdrukking. Hè? Giorgio Agamben, Italiaanse filosoof, heeft daar de uitdrukking insluitende uitsluiting of uitsluitende insluiting voor gebruikt. Insluitende uitsluiting of uitsluitende insluiting? Ja. Dus insluiting en uitsluiting hebben altijd met elkaar te maken. Dus zodra je zegt, jij mag hier zijn, dan zeg je tegen iemand anders, jij niet. En dat is fact of life, zou je kunnen zeggen. Dat is onontkoombaar. En mijn aandacht in mijn werk richt zich eigenlijk op dat, ik zou zeggen, op dat dunne lijntje waarop je die keuzes maakt. Dus wat je zegt is, in principe, organiseren is geweld aandoen. Op de een of andere manier doe je iets of iemand geweld aan. Het is nodig, we hebben het we moeten het doen. Het is onontkoombaar, ja. Tegelijkertijd kunnen de organisaties die we gemaakt hebben, dus niet alleen instituten, maar alle soorten organisaties, kunnen ons weer gaan beheersen in principe. Ja. En op die scheidslijn, daar maken we de beslissingen. Ja. Dus Op dat binnen-buiten, op dat in-uit, op dat wel-niet, daar op dat gebied, dat is een precair gebied, zou je kunnen zeggen. Dat is het gebied waarop je, laat zeggen, in mijn werk probeer ik bewustzijn te ontwikkelen op dat gebied, op die grens. En op die tussenruimte, op dat tussenstuk. Om te zien wat je doet. He, om David Bohm, dat is een quantumfysicus die ik eigenlijk recent weer ben gaan lezen. Hij heeft ooit in de jaren 90 geloof ik een boekje geschreven. Het heet On Dialogue, over dialoog is het in het Nederlands vertaald. En die legt het eigenlijk heel mooi uit. Dus die zegt van, met ons denkproces fragmenteren wij voortdurend onze werkelijkheid. Hè? Zoals ik net ook in het begin zei, van, we delen de wereld op in kleine, knippen hem op in kleine stukjes. En hij zei, wat het gevaar daarvan is dat wij op een gegeven moment niet meer het geheel zien. Dus dat wij ons verliezen in die kleine stukjes, in die fragmentjes. Hè? Dus in onze eigen meningen of in lokale waarheden of in nou, alles zeg maar, wat je in stukjes knipt, in afdelingen. Hè. Dus je kunt afdelingswijsheid hebben of bepaalde sectoren van de wetenschap die helemaal afgesloten zijn van de rest van de wereld. Dus we zien het geheel niet meer. En wat vooral belangrijk is, we zien niet dat wij zelf de makers zijn van die gefragmenteerde wereld. En de kunst is eigenlijk om de aandacht niet te richten op die concurrerende waarheden. Heb ik gelijk of heb jij gelijk? Maar op het denkproces wat die waarheden produceert. Dus kun je bewustzijn ontwikkelen op dat wij zelf de makers zijn van die verknipte wereld, zou je kunnen zeggen. Ik vind die denkproces een interessante vraag. Ik wil toch een vraag stellen ook over of wij degene zijn die de systemen maken waar we in zitten. Want wat is mijn bijdrage geweest aan de wet waar we in leven? Of wat is jouw bijdrage geweest aan de file waar je in zat? Want of je daar nou in had gezeten of niet, die file had daar gestaan. Dus in hoeverre kun je individueel verantwoordelijk gehouden worden voor het bestaan van een systeem die zonder jou ook zou voortbestaan? Ja, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk zo dat je zou kunnen zeggen, die file stond er al toen ik erin kwam. Dat is waar. Maar dat geldt voor iedereen. En als iedereen op die manier zou denken, dan zou er geen file zijn. Maar dat zo denkt natuurlijk niet iedereen, dus dat begrijp ik ook. Het gaat volgens mij om het bewustzijn dat je een onderdeel bent van een groter geheel. En dat je niet in je eentje de wereld kunt veranderen. Maar het is ook niet zo dat jij er in je eentje niet toe doet. Ja, want je bent een onderdeel daarvan. Ja, dus dat zie je natuurlijk nu ook bij die bewegingen, zeg maar. Laten we zeggen, de Arabische Lente hebben we bijvoorbeeld gehad. Maar je ziet nu ook die hele klimaatbeweging. Je hebt natuurlijk de hele beweging van feminisme gehad. Dat is natuurlijk ook begonnen vanuit individuen die op de een of andere manier iets teweeg hebben gebracht. Niet gepland van overgaan. Maar er is een soort
samenhang tussen de dingen waar je als individu onderdeel van bent. En ik denk dat wij nu ook in een tijd leven waarin heel veel mensen het gevoel hebben dat ze machteloos zijn. Dat ze denken van ja, tegen zoveel ben ik niet opgewassen. Wie ben ik? Terwijl we tegelijkertijd ontzettend worden uitgedaagd om een individu te zijn. En verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld en voor je leven. En identiteit te ontwikkelen en autonomie. Weet je wel, daar zitten wij helemaal vol van. En tegelijkertijd voelen we ons heel erg machteloos. Ik denk dat dat zelfs het feit dat we daar ooit in getraind worden, misschien zelfs geïndoctrineerd worden, om het oneerbiedig te zeggen, dat wij de wereld kunnen maken zoals we willen, dat die paradox creëert, enigszins de paradox creëert, dat we rusteloos worden en hopeloos. Want wanneer je tegen iemand zegt, constant zegt, je kan de wereld veranderen naar hoe jij hem graag zou willen zien, en die persoon gaat in de wereld dingen aan de slag met dingen, en komt weerstand tegen, weerstand op weerstand op weerstand. Dat heeft hij nooit geleerd, dat de wereld hard is en dat de wereld niet zomaar zichzelf laat veranderen. Dus ik ben er, en tegelijkertijd ben ik er heel erg voor wat je zegt, dat wij als individuen het systeem kunnen veranderen of daar invloed op uit kunnen oefenen. Of misschien zelfs dat we verantwoordelijk zijn voor de voortzetting van een systeem zoals die bestaat. Yeah. En dat je als individu de maatschappij een soort van spiegel kan voorhouden en zeggen, hey, dit is wat aan de hand is. Yeah. Ik weet alleen niet of zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor hoe het systeem er nu uitziet, of dat te sterk is of niet. Nou, ik zou laten we dan zeggen dat we in ieder geval mede verantwoordelijk ervoor zijn. En misschien dat ik het, je kunt het ook andersom formuleren, je kunt zeggen, door te ontkennen dat je er verantwoordelijk voor kunt zijn, word je machteloos. En het is eigenlijk de kunst om te zoeken waar je wel die invloed hebt. En misschien is het zelfs het nadenken over invloed ook alweer zo'n modern begrip. Hè? Dat je de wereld kunt beïnvloeden. Het gaat mij vooral om het besef dat je er niet mee wegkomt door te zeggen dat het bij een ander ligt. Hè? Alleen maar bij een ander ligt. Dus het is ook wel een... Kijk, ik kom in organisaties veel mensen tegen die heel graag... Hè, we zijn in organisaties heel opgevoed met de mogelijkheid tot veranderen. Hè. Dus veranderkunde is gewoon een groot vak in hele advies of organisatiediscours. En op de een of andere manier staan we er te weinig bij stil, denk ik... dat wij heel veel dingen gewoon eigenlijk niet kunnen veranderen. Hè? Dus dat dingen gewoon ook zijn zoals ze zijn. Mm. En dat je op de een of andere manier je daartoe moet kunnen verhouden. Dus ja, dus ik merk dat ik ook meteen daar... Dat is ook meteen een heel spannend gebied. Ik heb al eens een keer gezegd van eigenlijk zouden we meer het vak behoudkunde moeten introduceren in plaats van veranderkunde. Omdat we aan de ene kant heel erg bezig zijn met veranderen en tegelijkertijd ons steeds machtelozer voelen om iets te kunnen veranderen. Mm. Er zijn bepaalde dingen die door de eeuwigheid hetzelfde zijn gebleven, denk ik. En door het idee dat de wereld maakbaar is, zijn we vergeten om een scheiding te maken wat is wel maakbaar en wat niet. Waar zouden we ons wel toe moeten richten en wat niet. Ja. Ik weet niet zo goed wat nou wel maakbaar is en wat niet, maar ik denk dat er bepaalde dingen zijn in de realiteit die we... wellicht nu op dit moment niet moeten denken dat we kunnen veranderen, maar die we beter kunnen volgen. Yeah. Misschien een heel simpel voorbeeld is waar je lichaam gezond van wordt. Yeah. We kunnen wel onze lichaam heel maakbaar gaan maken, heel biologisch gaan veranderen om heel gezond, efficiënt om te kunnen gaan met suikers en dergelijke. Maar wellicht is het gewoon beter om te zorgen dat je gewoon niet zoveel suikers eet, of die hoeveelheid suikers eet die je lichaam nodig heeft. Mm-hmm. Om een heel banaal voorbeeld te geven. Yeah. Maar dat is een ander punt wat ik wilde maken. Ik denk dat het een sterk punt is ook om te zeggen dat protocollen en systemen en organisaties en regels, die geven ons een houvast aan wat we moeten beslissen en hoe we naar de dingen moeten kijken. Dus het maakt ook het organiseren van de wereld makkelijker. Ja. Maar tegelijkertijd kan het ook een manier zijn om je eigen verantwoordelijkheid uit te besteden aan een protocol of aan een baas. En ik denk misschien dat dat ook ergens is waar jij op zit. Om die scheidslijn, wanneer geef je verantwoordelijkheid af aan een systeem en wanneer geef je hem niet af? Ja.
Het is dus in die zin een soort niet of-of, maar en-en. Mm-hmm. Ja, dus kijk, dat ik spreek over geweld van organisatie heeft ermee te maken dat ik de aandacht wil vestigen op iets wat er gebeurt in dat organiseren, wat we vaak over het hoofd zien. Namelijk dat je daarmee ook gewoon werkelijkheden of mensen of ervaringen uitsluit. Maar het is niet zo dat ik tegen organiseren ben, helemaal niet. Of tegen organisaties. Al zou ik er tegen zijn, dat zou me geen bal uitmaken, want daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat je voelt dat er een soort precair evenwicht is tussen onderdeel zijn van een systeem. Of denken dat je er buiten bent. Hè? En dat je dat besef gewoon meer krijgt. Waardoor je niet ineens een betere wereld kunt maken. Hè? Want dan zit nog steeds dat maakbaarheidsbesef erachter. Dus dat was ook waar ik net eigenlijk op reageerde toen jij zei van ja, in die file. Het is ook niet zo dat ik die file in mijn eentje kan oplossen. Maar het gaat om een besef dat je mede veroorzaker bent van wat hier in de wereld gaande is. Dat je daar niet buiten staat. Dat je fundamenteel onderdeel bent van het geheel hier. In plaats van dat je op een afstandje naar die wereld kijkt. Dat je handelingen doorklinken tot weet ik veel waar. Nou ja, wat in die kwantumfysica aan de orde is. Dat daar de overtuiging is dat zodra je iets wil onderzoeken en je blik erop richt. Dat iets dan verandert onder je blik. Dus dat je niet los naar iets kan kijken. Dat is een besef. Als je dat beseft dat je door laat dringen, dan heb je een heel andere verhouding tot de werkelijkheid dan wanneer je denkt, ik ga eens even lekker ingrijpen hier. Dus misschien heeft het ook wel veel meer te maken, heeft mijn werk ook wel veel meer te maken met het proberen het bij te dragen aan het doen ontstaan van een houding in ons werk die dat besef heeft. Dus die begrijpt dat het niet een eenrichtingsverkeer is. Het is niet zo, ik zit hier op de stoel en ik regel het even. Of hij zit op de stoel en hij regelt het even. Maar wij zitten in een voortdurende, in een werkelijkheid waarin een voortdurende dynamiek gaande is tussen alles wat er is. Mm-hmm. En wij denken dan dat wij daar een mooi rationeel spoortje doorheen kunnen trekken. En kunnen zeggen, kijk, zo zit het. En als het zo zit, dan kunnen we daar dus ook van afleiden hoe we het kunnen veranderen. Maar wij zijn natuurlijk, ja, je zou kunnen zeggen, overgeleverd aan een dynamiek die we helemaal niet beïnvloeden. Ja, dus ik leg het altijd bijvoorbeeld heel simpel uit als je, we hebben agenda's, daarom zit ik nu hier op deze stoel. Als we geen agendasysteem hadden, was onhandig, hadden we elkaar niet getroffen, hadden we elkaar nooit gesproken, was ik de weg niet kunnen vinden. Helpt allemaal en tegelijkertijd dit gesprek wat wij hier voeren, dat is zo onvoorspelbaar als het maar kan. In elke zin is het woord wat hierna komt, heb ik nog niet bedacht. Ik heb wel ideeën, maar het ontstaat als het ware ter plekke. Dus het hele idee van die emergente werkelijkheid. Wat bedoel je met een emergente werkelijkheid? De emergente werkelijkheid gaat, emergentie staat voor het verschijnsel of het fenomeen. Dat de dingen dat dingen gebeuren. Dat dingen niet. Dat dingen gebeuren. Dus dat de werkelijkheid in wezen een continue gebeurtenis is. In plaats van een uitvoering van een gedachte door iemand. Of een opeenvolging van handelingen. Ja, dus het is een. Ik weet dat ik heb ooit een keer een mooi stukje gelezen dat ging over emergentie in de muziek. Ja, dus je kunt als muzikus kun je een muziekstuk heel goed uit je hoofd leren, hè, lang oefenen. Je kunt zorgen dat in de zaal de akoestiek goed is. Je kunt het beste instrument hebben wat er is. Iedereen is uitgenodigd, iedereen is daar op tijd. Maar of iets een goed muziekstuk wordt, of een mooi muziekstuk wordt, dat is niet te herleiden tot die losse dingen. Dat is ergens wat in between ontstaat. Dat is zeg maar emergentie. De gebeurtenis. Dat is de gebeurtenis. Ja, ja. En dat is eigenlijk ons hele leven. Dus als je aan mensen vraagt, wat zijn nou belangrijke momenten in je leven geweest, of belangrijke gebeurtenissen, dan zijn dat nooit de geplande dingen van, ik wil een slok water nemen en die heb ik ook genomen. Of iets dergelijks. Hè. Dat zijn altijd grote dingen als iemand die je bent tegengekomen, waar je verliefd op bent geworden.
Of een boek wat je hebt gelezen, wat je op een ander spoor heeft gezet. Of een ervaring ergens onderweg, waardoor je op een andere manier bent gaan kijken. Iemand die iets tegen je zei. En dat zijn altijd ongeplande dingen. Dus het belangrijkste van het leven bestaat uit ongeplandheid. En toch denken wij dat wij de hele tijd het in de hand kunnen hebben. Ja. Maar we hebben wel heel veel planning nodig om die ongeplandheid te kunnen... Dus het is niet zo, ik zeg ook niet van laten we hier op straat gaan zitten, onze armen open houden en zien wat er op ons afkomt. Nee, het is weer die dubbelheid van, ik zeg dat we moeten organiseren en we kunnen het niet organiseren. Hmm. We moeten ordenen, we moeten praten met elkaar, of we moeten, maar ook in ons spreken zit zoiets. Hè? Dus jij en ik proberen elkaar te begrijpen en dat lukt natuurlijk nooit helemaal. Dus ik zeg iets en dan ontstaat er bij jou ergens betekenis. Mm-hmm. Die brengt jou tot een vraag of een nieuwe gedachte. En zo blijven wij ook met elkaar in gesprek. Ja. Stel je voor dat jij gewoon zou kunnen zeggen wat je wilde en dat gewoon één op één bij mij naar binnen zou komen. Dan zouden we hier een soort stilzwijgen tegenover elkaar zitten. Of gewoon allebei één monoloog, jij een monoloog en dan gaan we naar huis. Ja. En Hannah Arendt heeft dat ooit eens gezegd. Hè? Die heeft ooit gezegd van ja, stel je voor dat wij de wereld zouden kunnen inrichten zoals we die hebben bedacht. En dat alles wat wij zeggen ook aankomt bij de ander zoals ze dat ook bedoelen. Dan zouden we in een soort totalitaire, stilstaande situatie terechtkomen. Waarin de vrijheid van het leven verdwenen is. Dus vrijheid is natuurlijk een raar begrip. Vrijheid heeft te maken met die onmogelijkheid van ons om ons leven te bedenken. Hoe zit het dan precies? Want vrijheid zit hem erin dat we ons leven niet volledig kunnen bedenken. En volgens Hannah Arendt, als wij elkaar volledig zouden begrijpen, zouden we dus geen vrijheid kunnen genieten. Ja, kijk, wat zij zegt is, in elke situatie, elke gebeurtenis, elke taaldaad, maakt ruimte eigenlijk voor iets nieuws. En dus doordat jij iets tegen mij zegt, ontstaat er bij mij een vraag. De vraag die ik aan jou stel, die laat bij jou iets nieuws beginnen. Een gedachte of een andere vraag. Dus het idee van nataliteit, van beginnen, is voor haar een heel belangrijk principe van de menselijke conditie, zoals ze dat noemt. Dus is een menselijke conditie. En dus ik kan elk moment, in alle momenten waarop je denkt, ik weet het even niet meer, of er doemt iets onbekends op, of je staat voor een nieuwe situatie. En dat kan heel prettig zijn, maar het kan ook heel bedreigend zijn. Dat is eigenlijk het moment waar onze vrijheid in zit. Want dat betekent dat wij van die open situatie iets kunnen maken. Hmm. Maar vrijheid hebben we natuurlijk vaak een heel ander idee bij. We denken bij vrijheid heel vaak aan vrijheid, blijheid, ik kan doen wat ik wil. Ja. En dat is een ander begrip van vrijheid. Dus vrijheid is een fundamentele eigenschap van het menselijk leven. Dat wij elk moment, als het ware, een nieuwe wending niet alleen kunnen, maar moeten geven aan wat er gebeurt. Het doet me ook een beetje denken aan gewoon simpelweg evolutietheorie. Omdat elke gedachte die ik uit naar jou qua taal ondergaat een bepaalde mutatie in de manier waarop jij het begrijpt. En precies, het komt op een gemuteerde manier weer terug. En daardoor kan er evolutie van gedachten zijn. En daardoor zitten we dus niet in een totalitaire systeem waar we vrijheid hebben. Omdat we dus niet precies weten wat elkaar, wat 100% weten wat jij bedoelt. Ja. Of 100% begrijpen zoals jij het begrijpt. Ja, het punt is dat ik het natuurlijk ook niet begrijp. Hmm. Dus ik ook daar zit natuurlijk twijfel. Hè? Dus ik weet soms ook niet wat ik wil zeggen. Dus ik ontdek ook wat ik wil zeggen doordat ik er begin te praten. Hè? Hmm. Dus ik heb het met schrijven heel sterk. Voor mij is schrijven, dat heeft Cornelis Verhoeven ooit eens prachtig beschreven, een autogeen verschijnsel. Ja, dus je schrijft niet iets op wat je hebt bedacht, maar in het schrijven ontstaat eigenlijk de ordening en ontstaan de gedachten en ontstaat eigenlijk het verhaal. Terwijl wij denken dat we dat op een rijtje hebben en alleen maar op te schrijven of uit te spreken. Denk je dat we kunnen denken zonder taal? Misschien een eeuwenoude vraag, maar dat is ja, dat is een goede vraag. Het ligt natuurlijk aan wat je bedoelt met denken. Ja. Maar ik denk dat als denken de organisatie van de wereld is, dat je niet kan denken zonder taal. Ja, je zou hem ook iets anders kunnen zeggen. Het is niet alleen taal.
Dus het is wel taal, maar het vraagt of het alleen taal is. Voor mij is taal heel fysiek, gek genoeg. Dus voor mij, ze zeggen wel eens dat je woorden moet proeven op je tong, maar dat is een uitdrukking die ik eigenlijk heel goed herken. Dus bij taal zitten ook beelden. Voor veel mensen is het vooral beeld. Maar ja, we doen het wel in taal. Dus ik merk ook een van mijn belangrijkste instrumenten ook, zou je kunnen zeggen, instrumenten taal is. Hè, dus in de, want taal, het leuke van taal is dat je dat het. Het is open, hè? Dus het kan voortdurend veranderen. En soms kan je met een hele kleine wijziging in de taal een enorme nieuwe betekenisruimte openen. Komma's bijvoorbeeld. Komma's, hè? Ja, dat zijn natuurlijk prachtige momenten. Dus daarin ontstaat even iets nieuws. En je had het eerder ook over het denkproces, wat bijhoort wanneer je realiseert dat je op een paradox leeft tussen willen niet anders kunnen dan organiseren en niet kunnen organiseren. Het denkproces dat daarbij hoort, wat bedoel je daarmee? Nou, je zou kunnen zeggen dat het. Misschien is dat ook wel. Daar kom ik langzamerhand achter. Een van de. Als ik iets zou willen bereiken in dit leven, dan zou ik een bijdrage willen leveren aan dat besef. Aan het besef dat wij. Je zou zeggen opgesloten, kun je zeggen. Dat is maar je zou ook zeggen dat we in de vrijheid zitten. Ook dat is weer een dubbelpaar. Hoe het werkt. Dat we in de gaten hebben hoe dat denkproces werkt. Niet zozeer in de analytische zin, zo van A naar B. Maar vooral hoe construeren wij voortdurend de wereld waar we zelf onderdeel van zijn en roepen we ook de ongelukken en de gelukken over onszelf af? Terwijl we tegelijkertijd echt niet de actoren zijn die bovenaan alle knoppen kunnen zitten. Dus kun je zien, in de filosofie heet dat de hermeneutische cirkel. Dus je kunt over je eigen leven denken, of over dit leven denken, omdat je er deel van uitmaakt, omdat je zelf ook mens bent. En tegelijk omdat je er deel van uitmaakt, kun je er ook niet helemaal los van denken, want je bent er een onderdeel van. En in die beweging, als je dat begrijpt, als je dat kan zien, dan zijn heel veel dingen die wij voor waar houden en die ons ook gevangen houden, of die anderen ook geweld aandoen, die kunnen dan ook, zeg maar, ik weet niet of gerelativeerd het goede woord is, maar dat biedt een ander perspectief. Dus die hermeneutische cirkel, die zit hem erin dat je weet dat je onderdeel bent van het leven, daardoor kun je begrijpen, maar omdat je er onderdeel bent, kun je niet helemaal begrijpen. Ja, het is een beetje als je jezelf ziet lopen. Hè? Dus ik vind het altijd mooi. Als ik jou. Ik zag jou nou net voor de tweede keer. Jij zocht mij op het parkeerterrein waar ik aan kwam lopen. En dan zie ik. Nou, waren er geen massa's mensen. Maar ik zie in de grote omgeving onmiddellijk dat jij het bent. De vraag is: als jij op die parkeerplaatsterrein in mijn plek zou zitten. En je zou jezelf zien lopen. Of je jezelf ook zou herkennen. Terwijl je jezelf al je hele leven met je meeneemt. Dus het is hetzelfde. Dus wij kunnen onszelf niet goed kennen en zo kunnen we ook ons leven en onze werkelijkheid niet goed kennen, want we zijn onderdeel daarvan. En tegelijkertijd willen we dat wel. Dus we doen ons hele leven ons best om te snappen wie ben ik eigenlijk en ook hoe zit deze wereld in elkaar. En kun je leven met die rare dubbelzinnigheid? Dat wij dat voortdurend, en dat vind ik het leuk aan die kwantumfysica, voor zover ik dat dan begrijp, is dat in die hoogtheoretische wetenschap, waarin er zeg maar een enorm verlangen is naar het diep kunnen doorgronden van de werkelijkheid, tegelijkertijd het besef is dat dat onmogelijk is. En dat je dat allebei tegelijk naast elkaar kunt hebben. Kunt hebben, ja. Als je dat kunt hebben, dan is er een. Kan er een. Ja, dan hoop ik dat er een. Maar goed, laten we niet ideologisch worden, maar dan zouden we misschien veel venijn kwijt zijn. Ja, dus ook veel oorlogen worden natuurlijk gevoerd op de rand van ik heb gelijk of jij hebt gelijk. Maar als ik kan zien dat jouw werkelijkheid
ook is ontstaan in jouw situatie, in jouw ervaring en de mijne ook. Dan hoeven we niet te zeggen, nou, alles is relatief. Maar dan kan het de moeite waard zijn om echt te gaan luisteren naar datgene wat ik niet ken. Ja. Tegelijkertijd kan dat ook een soort van psychologisering worden van ideeën. Dus... Ja, absoluut. Ik ben helemaal niet van de psychologisering. Dus daar gaat het echt niet over. Dus in deze tijd lossen wij alle vraagstukken op met psychologie. En daar heb ik echt moeite mee. Met psychologisering bedoel ik dan dat je niet iemands ideeën gaat bekijken en de inhoud ervan, maar gaat een psychologische beschrijving gaat geven waarom ze zo zijn. Waarom ze zo denken. Dus bijvoorbeeld dat mensen stemmen op Trump omdat ze bang zijn hun werk te verliezen of whatever. Ja. Dat is een psychologisering van... Ja, maar dat is ook een soort goed praten ervan. Hè? En daar gaat het me niet om. Dus het gaat niet om dat je denkt, oh, het is dus zo, ik heb het verklaard. Maar dat je daadwerkelijk... Kijk, het is natuurlijk ook... Ik vind het ook echt moeilijk... kunnen luisteren naar iemand die echt anders denkt. Mm-hmm. Dat is ontzettend moeilijk. En we hebben het nu met Baudet. En dan denk ik van, ja, ik heb de neiging om me om te keren. Ik wil er eigenlijk niks mee te maken hebben. Maar volgens mij is het ontzettend belangrijk om echt... te onderzoeken wat het is. En dat is iets anders dan het proberen te begrijpen in de zin van goed praten. Nee, sterker nog, het gaat ook niet om het resultaat. Zo van dat ik begrijp waarom hij zo in elkaar zit. Mm. Maar het gaat om het proces dat wij met elkaar aan zouden kunnen gaan. Hij en ik. Hè, en dat we in dat denkproces dat daarin iets gebeurt. Dus niet dat er een waarheid uitkomt. Mm. Of een nieuwe waarheid. Maar dat wij dat proces van naar elkaar luisteren. Dat je dat veel meer op gang brengt. Zonder dat dat meteen leidt tot nieuwe werkelijkheden of verklaringen rondom jou of mij enzovoort. Dus dat zal een gesprek zijn niet met het doel om consensus te bereiken, maar het doel van elkaars organisatie te begrijpen wellicht, of elkaars wereld te begrijpen? Nou, laten we het inderdaad even terughalen naar laten we zeggen, naar de wereld van organiseren of van organisaties. Dat is, en het is natuurlijk, als je erover na gaat denken, is het waanzinnig ingewikkeld dat we natuurlijk in een onoplosbare wereld zitten. Waarin we desalniettemin moeten handelen. Dus ik sprak vanmorgen met iemand en die vertelde mij, dat is een bestuurder van een organisatie, en die vertelde mij hoe hij dat doet in een organisatie. Dat hij aan de ene kant degene is die beslissingen moet nemen. Mm-hmm. En aan de andere kant ook degene is die oor en oog wil hebben voor al die mensen die waarover dat gaat. Hè? Dus dat zijn zowel de klanten van die organisatie als de medewerkers in die organisatie. En dat je dus per definitie niet aan iedereen tegemoet kan komen. Hmm. Terwijl je toch besluiten moet nemen en ook een soort democratisch wil zijn, zeg maar. Hè? Dus hoe kom je of voorkom je dat je in een soort compromissenwereld terechtkomt, waarin eigenlijk in een soort middenmassa terechtkomt waarin niks meer gebeurt? Dus hoe durf je besluiten te nemen waarvan je misschien wel weet dat die niet door iedereen worden geapprecieerd of door iedereen worden gedragen of wat dan ook? Ik denk dat het enige is dat je dat kunt doen in de wetenschap, dat je, ik zou zeggen, naar beste weten probeert om iets te besluiten. Je rekenschap gevende van het feit dat geen eindoplossing is, dat gewoon tijdige tussenstapjes zijn. Desalniettemin noodzakelijke stappen. Mm-hmm. Maar niet te verabsoluteren. Ja. Ik denk dat in de wetenschap redelijk duidelijk is waar je heen moet gaan. Omdat wanneer een theorie een bepaalde... bepaalde experimenten of bepaalde data of bepaalde waarnemingen, zoals je dat woord zocht, bepaalde waarnemingen beter kan uitleggen dan een voorgaande theorie, dan moet je eigenlijk een nieuwe theorie aannemen. Ja. Ik denk dat in het organiseren of in het leven het een heel ander verhaal is, omdat we daar geen criteria hebben per se voor wanneer we iets beter begrijpen of wanneer we iets minder goed begrijpen. Of wanneer we vooruit gaan of wanneer we achteruit gaan. Tenzij je als organisatie hebt KPI's die je neergezet hebt en dergelijke. Maar dat is weer een organisatie van jezelf. Ja, maar dat zou je met wetenschap hetzelfde kunnen bedenken.
Dus ook de wetenschap heeft natuurlijk een idee van waarheid gecreëerd. Hè? Dus, met name kwantitatieve wetenschap. Daar zitten ideeën bij van wanneer iets bewezen is of niet. En dat is natuurlijk in een organisatie niet anders. Ik bedoel, daar zijn ideeën over rendement en over groei. Er zijn natuurlijk, die KPI's wat jij zegt, er zijn natuurlijk heel veel ideeën over wanneer iets goed is. En daar hebben we normen op bedacht. En dat is in de wetenschap net zo goed. Dat ja, is ook dus arbitrair. Het is allemaal arbitrair. Maar we hebben het nodig. Ja, ik weet niet of ik het in de wetenschap ook arbitrair zou noemen, omdat... Wat is wetenschap volgens jou? Nou, kijk, ik begrijp dat de wetenschap in een bepaalde axioma leeft, waarin de wereld of een fenomeen begrepen wordt wanneer je het in de mechanische onderdelen kan uitleggen en kan voorspellen. Dat is denk ik wat de wetenschap doet. Wat zijn de mechanische onderdelen die iets laten bewegen? Kan ik het voorspellen en weet ik aan welke hendeltjes ik moet trekken om een bepaald effect te bereiken? Volgens mij komt het daarop neer. En de vraag is zo'n mechanisch begrip van de wereld dan, klopt dat? Ja. En dat kun je wetenschappelijk gezien niet echt aantonen, denk ik. Nee, dat is ook waarom die kwantumfysica is gekomen. Ja. Die kwam na de klassieke mechanica. Ja, en ik zie ook Aristoteles hierbij. Trouwens, leggen we het misschien zo meteen ook over hebben. Aristoteles had geen mechanisch wereldbeeld. Of de oude Grieken hadden dat helemaal niet. Nee. Dat is echt iets wat volgens mij met Descartes in de moderniteit begon is. Ja, in de 17e eeuw zo'n beetje is gekomen. Ja. Maar tegelijkertijd heeft die mechanische wereldbeeld wel enorm veel effect gehad voor ons leven en de manier waarop we naar de wereld kijken en ons ook enorm veel geleerd. Ja. Dus ik weet niet of je dan arbitrair kan noemen als het daadwerkelijk zoveel bereikt heeft. Maar ik snap niet wat jij dan bedoelt met hoe je die arbitrairheid daarmee in verband brengt. Nou, wat je zegt is, wanneer je zegt dat de KPI's die in organisaties gekozen worden en de mate van succes in wetenschap allebei even arbitrair zijn, dan zeg ik, nou volgens mij zijn de mate van succes van de wetenschap, die hebben zich keer op keer veel sterker bewezen dan de KPI's in organisaties. Nou, maar het gaat volgens mij om het frame. Hè? Dus zowel als organisatie als wetenschap ga je uit van een bepaald idee van wanneer iets waar is, of wanneer iets goed is, of wanneer iets succesvol is. En dat zijn dingen die we met elkaar afspreken. Hmm. In wezen zijn dat dingen die we met elkaar afspreken, alleen we kennen daar vaak de waarde aan toe van absoluutheid. Hè? Dus waarheid is natuurlijk ook maar een arbitrair begrip. Maar we gebruiken dat om ergens een soort houvast te krijgen in hoe het zit. En ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Dat in elke wereld heeft zijn eigen axioma's. Hmm. En die hebben we ook allemaal nodig. En die veranderen ook in de loop van de tijd. Dus wat jij ook zegt. Hè? Dus in de tijd van Aristoteles was er een heel ander wereldbeeld dan in de tijd van Descartes, zeg maar. En ook in onze wereld. Dus dat is echt een radicale breuk geweest zo in de 17e eeuw. Tot die tijd was er het idee dat de natuur bijvoorbeeld goed was. Ja, de natuur was in wezen goed. Dus de natuur was in staat om naar het goede toe te bewegen. En het enige wat mensen moesten doen, wij als mensen moesten doen, dat was het idee, was zorgen, er goed voor zorgen dat het die kant een beetje op kon gaan. Ja. We moesten het vooral niet verpesten. Ja, we moesten vooral niet verpesten. Dus zorgen dat je er een beetje, dat je er goed voor zorgt. Dus daarom heeft Aristoteles ook dat beeld van de tuinman gebruikt. Waarbij hij zegt, van, het is de kunst eigenlijk om, als het gaat om onze wereld, om je op te stellen als een tuinman. En een tuinman is niet iemand die de hele tijd plantjes eruit haalt en er weer ergens anders neerzet, maar die goed kijkt, misschien hier en daar wat schikt, maar vooral zorgt dat de omstandigheden zo zijn dat die tuin zijn doel kan bereiken. Mm-hmm. Dan ben ik zelf ook fervent tuinierder. En een van de belangrijkste dingen die ik van mijn schoonvader heb geleerd, die ook tuinierder is, die zei van, je moet de dingen gewoon een beetje zijn gang laten gaan. Dus in het begin was ik ook aan het verwoeden, aan het plukken en doen en zo. Laat het een beetje schrank gaan en dan kan er iets moois ontstaan, over emergentie gesproken. En in onze moderne wereldbeeld, zeg maar vanaf de 17e eeuw, dus in die opkomst van het rationalisme, hebben wij veel meer het idee dat de natuur in wezen niet goed is en dat wij hem moeten repareren. En dat zie je bijvoorbeeld bij uitstek heel erg in hoe wij nadenken over ons eigen lichaam. En dus wij hebben een beeld dat wij dat kunnen verbeteren.
door daaraan te rommelen. Hè? Dus door medicijnen te nemen of voedingssupplementen of een bril op te zetten of nou ja, het sportief te bewegen. We doen ook ergens best om het leven te verlengen en al dat soort dingen. We zijn voortdurend aan het prutsen aan dat lichaam om dat in een betere staat te krijgen. Want van nature gaan wij gewoon vroeg dood, zeg maar. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Hè? Niet en we hebben altijd kwaaltjes, we zien we niet goed, bla bla. Ja. En dat is dat brengt ons natuurlijk ook heel veel goeds, want daardoor zitten wij hier ook, leven wij langer. Nou ja, ik weet niet of dat trouwens meteen goed is, maar laten we er even van uitgaan dat dat dan prettig is. We leven comfortabeler. We leven absoluut comfortabeler. Dus die hele mechanische manier van denken heeft ons onvoorstelbaar veel comfort opgeleverd. Ik denk dat ik me dat gewoon niet besef in wat voor een comfortabele wereld ik leef. Waarin ik eigenlijk niet hoef te lijden. Ik heb het niet koud, ik heb geen honger. Als er iets is, kan ik meteen ergens aan een bel trekken en dan gebeurt er iets. Dus ik leef in een enorm comfortabele wereld. Maar het heeft ons dus ook wel echt iets. Het kost ons ook iets. Hè. Dus de wereld gaat ook ter plekke nu kapot. Omdat wij hem zo naar onszelf toetrekken, die hele aarde, is die nu ook in die hele klimaatcrisis, is die gewoon aan het kapot gaan. Dus wij hebben het heel mooi voor onszelf georganiseerd. Maar het kost ook iets. Ja, want tegelijkertijd, om die comfort te regelen, moet de wereld ook veel drastischer georganiseerd worden. Onze leefwereld moet ook veel, veel drastischer georganiseerd worden. Dus binnen die grenzen die we hebben, zijn we veel vrijer om te bewegen. Maar er zijn ook wel veel duidelijkere grenzen. Ja, dus dat hele insluiting-uitsluiting zit daar natuurlijk enorm in. Dus doordat wij onszelf in het centrum van de wereld. Je kan bijvoorbeeld geen samurai meer zijn in deze wereld. Om even een voorbeeld te geven. Ja, daar heb ik nou laatst iets over gelezen. Maar niet goed genoeg gelezen in De Groene Amsterdammer. Vertel. Oh, nee, waarom kan je dat niet meer zijn? Nee, dat weet ik niet. Of ik heb het niet daar vandaan. Maar het leven van een samurai is zo een ander soort leven. Die gewoon niet hier kan. Het leven van een krijger of een vechter. Of whatever. Misschien een soldaat wel. Maar ten eerste is er geen systeem waar je als samurai terecht kan. Dat bestaat niet meer om je diensten te verlenen. Ja. Ten tweede bestaan geen scholen waar je naartoe kan om daartoe opgeleid. Ten derde kun je niet met een zwaard rondlopen. Ja. Dus al die dingen kunnen gewoon niet meer. Dus dat leven is nu. Hebben we weggeorganiseerd? Weggeorganiseerd, uitgesloten. Ja. Nou, of dat goed of slecht is, ik denk dat het redelijk goed is dat we geen mensen meer hebben die met zwaarden rondlopen. Maar we hebben nu een nieuwe zwaarde natuurlijk. Maar ja, maar het is. En ook dat. Kijk, zelfverdediging of het recht op geweld, of de mogelijkheid tot geweld gebruiken, dat hebben we ook eigenlijk weggeorganiseerd. Dat ligt nu in de handen van de overheid. Wederom, of dat goed of slecht is, dat terzijde. Maar we hebben het wel uitgesloten. Ja. En dat weggeorganiseerd, zoals je zei. Waarom zei ik dit? Ik ben even het punt kwijt. Waarom zei je dat? Goed punt. Kijk, zo gaat het nou met denken. Hè? Ja. Dat je gewoon, je begint ergens en dan ineens gaat het gewoon zijn eigen leven leiden. En wij maar denken dat wij hier een doelgericht gesprek zitten te voeren. Ik had het net ook ergens in het begin van het gesprek. Dat ik ineens zeg van, waar gaat het eigenlijk over? Waar ging het inderdaad over? Ik ben het dus ook kwijt. Ik ben het ook kwijt. Nee, ja. Ja, zie je, we zijn het gewoon kwijt. Nee, ik bedacht me net toen je dat zei, dacht van, er zijn natuurlijk. Maar het ging over insluiting, uitsluiting. Dat wij voortdurend, ook met die waarheidsbegrippen van bijvoorbeeld de wetenschap of van organisaties, daar sluiten wij andere werkelijkheden mee uit. Mm. Oh ja, ja, ja. En dat is een fact of life. Het is onontkoombaar. En daarmee kunnen leven. Het kan natuurlijk ook omdat wij. Het hadden over het verschil bij Aristoteles en in de moderne mechanica, in ons moderne rationaliteitsbegrip, waarin wij gewend zijn om gewoon de wereld naar ons zin te maken. Hè? Dus te zorgen dat wij in het middelpunt staan, dat daaromheen alles georganiseerd is. En dat kost iets, dat kost iets. En toen zei hij van ja, dat kost iets. Bijvoorbeeld die samurai, die kunnen hier niet meer zijn. Ja. Dus we hebben de wereld zo veilig ingericht, zullen we maar zeggen, dat er voor deze mensen, of deze functies, of deze rollen, ik weet niet hoe je het wil noemen, geen plek meer is. Maar dat is voortdurend zo. Dus dit is voortdurend een kwestie van opkomen en weer vergaan, weet je wel. Er is niet een soort orde die blijft. Hoe bedoel je dat? Er is niet een soort orde die blijft? Nou, er is geen. Er is niet een. Laat ik zeggen, ik geloof dat er geen. Dat wat wij werkelijkheid noemen.
een statisch begrip is voor iets wat helemaal niet statisch is. En dat is omdat de organisaties die wij creëren bepalen hoe wij de wereld zien. En wat dus ook bepaalt wat de werkelijkheid is. Het is een voortdurende, laten we zeggen, heen en weer beweging tussen de dingen die wij bedenken, die hun eigen leven gaan leiden, die ons weer beïnvloeden. Dingen die daartussendoor gewoon onverklaarbaar gebeuren. Hè? Dus die hele emergentie en die, wat in de kwantumfysica. Dus wat wij allemaal niet begrijpen, wat daarin een soort smeltkroes van gebeurtenissen. En dat is een enorme rijkdom, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben een beeld dat er een soort lineariteit is. Hè? En doordat je natuurlijk ziet nu in deze tijd dat wij via die social media bijvoorbeeld ineens zien dat die wereld helemaal niet lineair is. Hè? Dat wij de verschrikkelijke gevolgen kunnen zien van een handelen wat daar niet op gericht was. Dus wij hebben helemaal niet bedacht dat we die ijskappen willen laten smelten. We waren bezig om ons leven hier goed in te richten. Maar ondertussen gaan die ijskappen smelten. Doordat die ijskappen smelten, is er ergens op een ander deel van de wereld weer een enorme hongersnood. En we zien nu de complexiteit, doordat we ineens ook heel veel beeld hebben van de wereld. Mm-hmm. Zolang je in je eigen kleine wereld zit, zie je dat niet. Maar wij krijgen het perspectief op een grotere wereld. En we zien ineens dat we eigenlijk maar heel minimale invloed hebben. En tegelijkertijd is wat wij in het lokale hier en nu doen, is wel het enige wat we hebben is wie wij zijn en ons lokale handelen. Daarmee veranderen we de hele wereld niet, maar tegelijkertijd beïnvloeden we de hele tijd onze situatie doordat we er zijn en met alles wat we doen of niet doen. En veel mensen vinden dit een hele ingewikkelde boodschap, omdat je eigenlijk gewoon wil dat je op de een of andere manier een pad uit kunt zetten. Dat je kan zeggen, ik ga daar naartoe. Hè? Kom je inderdaad veel weerstand tegen in je werk op dit manier van denken? Nou, want je wordt misschien dan gevraagd om iets te doen als voor een organisatie. Misschien om een organisatievraagstuk op te lossen. Yeah. En dan kom jij binnen en zeg je eigenlijk, nou, je kan het eigenlijk helemaal niet oplossen. Of je kan het niet organiseren. Nou, dat is een vraag. Waar ik natuurlijk veel mee geconfronteerd word, zijn met vraagstukken van onoplosbaarheid. Wij willen gewoon met z'n allen linksaf en het lukt niet. We willen iets implementeren en het mislukt of het gaat niet goed. Of we willen tevreden medewerkers in plaats daarvan neemt de ontevredenheid juist toe. Ik maak nu wat grote dingen van, maar ik word dus veel geconfronteerd met onvermogen. En de hoop is natuurlijk dat ik dan binnenkom en dan zeg hoe het wel opgelost kan worden. Want zo zitten we een beetje in elkaar. Dan roepen we een expert van buiten bij en dan helpen we, dan vragen we die, kun jij het even voor ons regelen? En waar ik dan in werk is dat je meer gaat zien hoe eigenlijk processen in organisaties werken, betekenisprocessen in organisaties werken, dat je meer gevoel krijgt of meer besef krijgt voor die denkprocessen waarin al die betekenissen ontstaan. Je zegt ook betekenisproces, wat bedoel je daarmee? Nou kijk, veel mensen denken als je aan organisaties denkt aan organogrammen, aan functies, aan protocollen, aan regels, aan systemen. Maar een organisatie is volgens mij bestaat vooral uit het samen continu creëren van betekenissen. Want dit is goed en dat is fout, dat werkt wel en dat werkt niet. Jij bent de baas en jij bent de ondersteuner. Dit is belangrijk, dit is niet belangrijk. Dus wij creëren voortdurend betekenis met elkaar. En dat maakt een organisatie eigenlijk een organisatie. Maar wij denken al heel mechanisch over organisaties, namelijk organogrammen, top en down, en je kunt knippen en dat je dan A naar B kunt verwisselen. En dat is een soort mechanisch beeld wat we heel, laten we zeggen, dat heeft natuurlijk niet iedereen denkt zo letterlijk, maar dat is toch wel een beetje het idee. Dus toen ik als organisatieadviseur werkte, wat ik heel lang heb gedaan, toen werd ik ook vaak erbij gevraagd om gewoon een oplossing te bieden. En een van de dingen die ik in die jaren heb geleerd, is dat het veel effectiever is om het vraagstuk goed te begrijpen dan om een oplossing te bedenken. Want inzoomen op het vraagstuk maakt dat je met elkaar in gesprek moet. Of dat je met elkaar in gesprek gaat. En dat in dat gesprek, in die interactie, in dat samenzoeken, wat is hier nou eigenlijk aan de hand?
daarin ontstaan nieuwe gezamenlijke betekenissen. En in die nieuwe gezamenlijke betekenissen kan in elk geval tijdelijk weer een nieuw elan ontstaan. Of een nieuwe... Het zit dus niet in dat ik een oplossing bied, maar dat, dat het... Dus wij zijn ons denk ik te weinig bewust van hoe belangrijk het is om echt goed naar elkaar te luisteren. Goed te luisteren, wat bedoelt die ander nou? Waarom wil een afdeling niet? Ik wil zeggen, het zijn een stelletje oenen, of het zijn vakidioten, of het heeft nou eenmaal een cultuurvraag. Maar je kunt ook zeggen, wat is hier aan de hand? En het gaat niet om psychologiserende verklaringen, maar het gaat om in de aandacht daar die daar ontstaat, wat vrij schaars is tegenwoordig, om echt aandacht en tijd ergens voor te hebben. En het ook even een tijdje niet te weten wat er aan de hand is. Dus daadwerkelijk het onbekende op te zoeken. Daarin kan iets nieuws ontstaan. Ik denk dat het ook heel sterk, wat je nu zegt, heel sterk teruggaat naar wat we al eerder zeiden. Want in een organisatie is het natuurlijk ook belangrijk dat je allemaal dezelfde organisatie hebt. Dat je op dezelfde manier in je hoofd georganiseerd hebt wat je nou aan het doen bent. Yeah. En door te vragen naar een oplossing, dat is in principe al een oplossing en een antwoord die sluiten al bij voorbaat uit. Yeah. Dit is wel goed en dat is fout. Dat hoort bij een antwoord en een oplossing. Yeah. Maar als je niet eerst eens samen afvraagt wat de definitie van de vraag is, wat het probleem is, dat samen organiseert en bedenkt wat hoort nou bij de oplossing en bij de vraag en wat hoort nou niet bij de vraag. Yeah. Dus samen het geweld aangaan. Ja. Dan is het natuurlijk ook heel raar om met een oplossing te komen. Want niet iedereen gaat het natuurlijk als een oplossing vinden. Nee. Nou, ik moet zeggen dat ik... het is niet zo makkelijk om uit het frame te komen van oplossingen die de boel glad strijken. Die heb ik ook. Ik vind het ook soms fijn als dingen gewoon opgelost worden. Het is helemaal niet fijn om te bedenken dat je in een voortdurend evoluerende werkelijkheid zit die heet het veranderlijk is. Dat is heel ongemakkelijk. Dus we hebben wel af en toe een soort eilandjes nodig waarop je even kunt uitrusten en kan denken van nou, dit is het nu eventjes. Maar ik denk wel, ik merk wel in mijn werk dat er een enorm verlangen is om ook uit die klem van die maakbaarheid te komen. Omdat iedereen wel voelt dat het een klem is. Dat als jij moet beloven dat jij inderdaad gaat groeien of zoveel dingen op gaat leveren en het lukt je niet. Niet omdat je het niet wil, maar omdat er gewoon heel veel andere krachten gaande zijn waar je helemaal geen invloed op hebt. Hè? En dat noemen we dan complexiteit. Ja, dan helpt het soms heel erg om in die betekenis, in dat betekenisproces te investeren. Omdat je dan een andere laag van het vraagstuk raakt. Kijk, en sommige dingen zijn trouwens wel heel mechanisch oplosbaar. Ik bedoel, je hoeft niet overal gesprekken over te voeren. Ja. En laat het even helder zijn, maar ik denk dat we veel te weinig met elkaar in gesprek zijn of in onderzoek zijn. In onderzoekende gesprekken bedoel je dan? Ja, onderzoekende gesprekken, ja. Ik heb vanmorgen in de auto heb ik een nieuwe term bedacht. Ja, dat is dan weer zoiets wat ook zo in. Dat is ook een emergentieding. Toen dacht ik, er wordt trouwens ontzettend veel gesproken over leiderschap. Hè? Dat is dan zo'n nieuw woord, wat eigenlijk een verschrikkelijk woord is. Mm. Tenminste, ik vind het een soort illusiewoord. Maar toen dacht ik van, als je nou zou spreken over luisterend leiderschap. Want leiderschap is zo vaak geassocieerd met initiatief nemen, iets de baas zijn, weten hoe je in elkaar zit of hoe het in elkaar zit, visionair zijn, daadkrachtig zijn. Het is een assertief, actief woord. Ja. Ja. Maar als je nou eens heel erg leiderschap zou opvatten als een sterk ontwikkelde vorm van het vermogen om te luisteren. Niet alleen naar iemand anders, maar ook naar echt datgene wat onbekend is. Hè? Dus de achterkant van een vraagstuk, hè? Waar je echt geen idee van hebt. Of gewoon dat je onderzoekend bent naar datgene wat je niet kent. Wat natuurlijk is, het gaat om innovatie. En hè, iedereen heeft tegenwoordig innovatie, je moet overal innoveren. Innovatie gaat wezenlijk gepaard met het vermogen om het niet te weten. Dat is de enige manier om een andere stap te zetten, is om het niet te weten. Niet om iets wel te weten, want dan zit je alweer in het bekende kader. Ja. Maar het is onvoorstelbaar moeilijk. Dus ik denk, als iets moeilijk is aan leiderschap, is het dat wel. Want dat wordt onze leiders, hè, voor zover dat alleen maar figuren zijn, niet ook bewegingen kunnen zijn, maar laten we het even daarover hebben, wordt dat heel vaak niet toegestaan. Ze moeten namelijk het weten. Ze moeten het weten. Ze moeten het weten. Ze moeten antwoorden hebben, ze moeten weten welke kant het op gaat, ze moeten perspectieven hebben over 10 jaar.
grote visionaire voorstellingen hebben. En het kan bijna niet anders als je dat doet, dat je dan gewoon in meer van hetzelfde terechtkomt. Dus er zit een hele paradoxale vraag ook aan onze leiders om vernieuwend te zijn, om anders. Ik moet altijd maar aan Vincent van Gogh denken, die natuurlijk weliswaar niet een, toen had het woord leider helemaal nog niet, maar die man die heeft gewoon in zijn hele leven, heeft zich geloof ik één werk verkocht en die is, ik weet niet waar de verhalen die verschillen over waar hij aan dood is gegaan, maar laten we zeggen dat één van de verhalen is dat hij uit frustratie en angst daarover is dood gegaan, dat hij dingen zag, hè, dat hij een schilderkunst ontwikkelde die door niemand serieus werd genomen. En die hangt nu gewoon in alle grote musea. En die heeft het gewoon aangedurfd om gewoon stelselmatig te weigeren om in het pad op te gaan wat hem werd voorgehouden. Hmm. Want dat pad werd hem voorgehouden? Nou, hij was. Hij wilde graag schilderen. Mm-hmm. Maar de manier waarop hij schilderde, dat werd gewoon niet geaccepteerd. Dus hij is ook wel in de leer geweest bij andere schilders om gewoon zeg maar, de klassieke manier van schilderen te leren. En zijn ouders hebben hem ook heel erg geprobeerd om uit het schilderen te halen en gewoon in het normale werk terecht te laten komen, dat hij er niet van kon leven enzovoort. En toch heeft hij volgehouden om op de een of andere manier tot gekmakens toe dat idee van hem achterna te gaan om te ontdekken hoe hij anders met kleuren om kon gaan. Tragedisch bijna. Zeg je? Tragedisch bijna. Het is absoluut tragedie. Want aan de ene kant zeg je, hij heeft het volgehouden, maar misschien kon hij ook niet eens anders. Misschien kon hij, ja, dat is ook een goeie, kon hij het, ja, niet volhouden om de klassieke vorm van. Want, ja. Hij had misschien iets in zijn hoofd wat, ja, moest gebeuren, waar hij niet vanaf kon. Het is wel zo, het is al jaren geleden, maar ik heb dat boek over hem gelezen. Een soort biografie over hem. En wat ik daar wel aan over heb gehouden, is dat hij daar ook echt onder leed. He, dus dat hij iedere keer het buitenbeentje was. En gewoon niet geaccepteerd, niet gezien. Hij had ook veel verdriet erover dat hij in het gezin er echt buiten viel. Omdat hij niet kon voldoen aan de eisen van zijn ouders. Het probleemkind was. Geen goede broer kon zijn. En dus ik denk dat het echt moeilijk is om te proberen open te zijn. Het gaat ook echt over ontvankelijkheid. En de trek naar erkenning en naar erbij horen en naar misschien wel veiligheid is groot. Ja. En ik moet zeggen, ik heb het natuurlijk absoluut niet in die mate. Maar als je eenmaal in dat spoor zit van dat je zelf een onderdeel bent van dat geheel en dat er niet een één werkelijkheid en één waarheid is, dan is er geen weg meer terug. Ja, dus, en dat is soms ook moeilijk. Hè. Dus ik heb soms ook behoefte aan iemand die tegen mij zegt, zo zit het. En ik ben natuurlijk ook blij als ik weer een boek lees en dan herken ik iets van mezelf. Denk, oh ja, zie je wel, ik ben toch niet helemaal gek of zo. Weet je wel. Ja. Dan ben ik weer vervuld omdat ik dan een herkenning heb. Maar echt wezenlijk verkeren in het gebied waarin je niet weet hoe iets in elkaar zit. Hè, en of iets in elkaar zit of dat je ergens niet uitkomt. En dat een tijdje uithouden, het leidt lang niet altijd tot iets wat bevredigend is. Hmm. Maar ik denk wel dat dat een capaciteit of een kwaliteit is die onze wereld nodig heeft. Die dreigt verloren te gaan onder ons idee dat we alles kunnen weten en alles kunnen beïnvloeden. Ik denk inderdaad ook dat de organisaties die we gemaakt hebben in de afgelopen misschien 1500 jaar wellicht op bepaalde vlakken hun nut aan het verliezen zijn. En dat wellicht, ja, zelfs nu meer dan andere tijden het belangrijk is dat we daar enigszins afstand van kunnen nemen en opnieuw kunnen reflecteren. Nou, wat voor organisaties hebben we gemaakt? Hoe ziet de, ja, wereld eruit? Hoe we die. En heeft dat nog nut zoals we het gedaan hebben? Tegelijkertijd is organisatie op de gebaande paden maakt je leven ook een stuk makkelijker. Zeker. Het is gewoon een stuk makkelijker om zo, ja, te leven. En Vincent van Gogh is misschien wel de meest beste voorbeeld van de schaduwzijde van het heel erg ontvankelijk zijn voor dingen, zeker, buiten de organisatie. Ja. Wanneer je niet iets nieuws kan maken, dan leef je een leven van frustratie en angst en dergelijke. Even als voorbeeld zijnde. Dus, en terugkomend op behoudkunde.
Hoe zorg je dat je naar organisaties, dat je naar de organisatie kijkt op een manier dat je er niet door overgenomen wordt, maar wel kan behouden wat er nuttig aan is? Ja. Ja, hoe doe je dat? Of is dat iets emergents? Dat kan natuurlijk Nou, ook. Dat is ook iets nee, wat maar er gebeurt. wat ik al eerder zei, ik denk dat het echt met houding heeft te maken. Dus ik denk dat het echt te maken heeft met het vermogen om een houding te hebben waarin je kunt zien, of kunt ervaren misschien wel. En misschien wordt er wel accepteren bij, ik weet niet of dat het goede woord is. Ja, ik zou zeggen dat de dingen zijn zoals ze zijn. Dus dat je niet. Het is ook en-en. Het is niet of-of. Het is niet of geen regels of wel regels. Het is allebei. Je moet gewoon. Maar je kunt je wel afvragen bij veel dingen hoe nodig ze zijn. En dus een van de dingen waar ik al een tijdje mee bezig ben, is het idee van minimal organization. Dat heb ik een beetje ontleend, of dat komt van mijn liefde voor minimal art. En het mooie van minimal art is dat het veel aandacht besteedt aan een minimale interventie om een hele ruimte tot leven te brengen. En dus in de fotografie heet dat het punctum. Dus als je naar een foto kijkt, laten we zeggen, iemand die dat goed kan, die kan in een goede foto zit altijd één plekje, het punctum, waar als het ware, die als het ware het hele beeld organiseert van die hele foto. En dus, dat is natuurlijk in het stand van minimal art is ook dat heel veel met herhaling heeft te maken trouwens. He, dus ook bijvoorbeeld in de muziek van Philip Glass zie je dat er dan één toon is die iedere keer terugkomt en terugkomt. En op een gegeven moment kan die dan ineens, zeg maar, emergeren naar een nieuwe toon. En ik probeer daarmee te experimenteren in het organisatiediscours, door daar ook te kijken van wat is hier nou aan minimale interventie nodig om iets te laten gebeuren. Hè? Dus wij zijn in organisaties gewend om het vol te proppen met interventies en regels en systemen en nog meer. En dan werkt het niet, dan doen we er nog meer bij. En kun je ook dingen afbreken? Kun je dingen weghalen? Hè? Dus wat is gewoon, welke regels kun je gewoon afschaffen? Ja, zoals ze bijvoorbeeld in de stad Utrecht hebben op een gegeven moment bedacht van welke stoplichten kunnen we hier eigenlijk weghalen. Kon je als burgers kon je plakkertjes op de stoplichten doen, volgens mij. En dan kon je zeggen, nou, deze is niet nuttig. En nu zie je ook, zijn de stoplichten weggehaald. En dan, hier stond eerst een stoplicht dat niet meer nuttig is gebleken of zoiets. En ineens rijdt het dan beter door. Die rotondes bijvoorbeeld, die waren er vroeger helemaal niet. Hè? Dus ik denk dat de rotondes in Nederland, die bestaan er maar een jaar of 20. Dat heette toen roundabouts, want ze kwamen uit Engeland. En die hebben natuurlijk een enorme, dat is een hele mooie interventie geweest om al die stoplichten weg te halen en er een rotonde van te maken, waardoor dat zich zeg maar zelfsturend is gaan worden. Ja. Nu heb je inmiddels hele ingewikkelde rotondes, maar ook weer dubbele rotondes met weer stoplichten. Bij de Keizergouwplein gezien? Dat is Is dan. weg. Ja. Weet je wel? Dus we organiseren dat weer dicht. Maar hoe kun je het nou minimaal houden? En daar zit wel voor mij echt daar ben ik echt mee bezig van. Hoe kan je in de veelheid van wat er allemaal in een organisatie is en ook aan regels en systemen is bedacht, hoeveel kun je daar weghalen om weer zicht te krijgen op waar het ook alweer over ging? Want die organisatie, dat wordt een ding op zichzelf, hè? Heel veel organisaties zijn dingen op zichzelf geworden, niet meer middelen om een bepaald doel te bereiken. Maar dan krijgen we allemaal organisatievraagstukken om de organisatie. Maar die organisatie was een middel, het was niet een doel. Maar dat is het inmiddels wel voor heel veel dingen gebeuren. En dat zie je natuurlijk in de Nederlandse moderne bureaucratie ook. Dan is het gewoon. Kijk, die bureaucratie is ooit fantastisch ontstaan. Die is door Weber bedacht. Hè? Vroeger was het zo dat de mensen die het meeste geld hadden of het meeste aanzien hadden, die waren de baas. Dus bureaucratie was eigenlijk een manier om dat zeg maar stil te leggen en te zorgen dat veel meer mensen recht konden hebben op goederen en op plekken en op invloed. Maar inmiddels is het natuurlijk een heel ander ding geworden. Mensen zeggen wel eens in een bureaucratie ben je geen mens maar een nummertje. Maar dat is juist goed dat je een nummertje er bent. Want iedereen in dat systeem is een nummertje. Ja, Dus. stop dat. Maar je zou zeggen, het heeft zijn goede ding bewezen, maar het slaat nu dus door naar een andere kant. En nu krijg je dat mensen denken van ja, we zijn alleen nog maar nummers. Ja. En dan slaat het weer door. Dus dan is de regel die regeert in plaats van dat de regel bedoeld was
om iets anders te bewerkstelligen. Volgens mij noemde ik dat toen we de vorige keer dat we elkaar zagen, protocolisering. Dus er is een bepaalde organisatie ontstaan van de informatie van de mensen en wie wat moet krijgen en wie waar hoort. Ja. En daar zit een bepaalde ervaring achter waarom dat zo gedaan moet worden. Ja. En er worden regels gemaakt om dat zo te sturen, zodat de mensen die aan het werk zijn op basis van die ervaring of dat idee de juiste handelingen uitvoeren, zodat dat idee werkelijkheid wordt. Ja. Maar op een gegeven moment verliest het zijn, ik weet niet, zijn ziel of zoiets. Ja. Het verliest datgene waar het voor stond. En mensen zijn alleen maar eigenlijk vinkjes aan het afgaan. Ja. En weten niet meer echt wat ze aan het doen zijn. Nou, en daar besef voor krijgen. Dus dat je ziet, dat is dus het systeem wat je zelf hebt bedacht en wat jou dan ineens gaat overnemen. En hebben we dan de moed om te zeggen, het heeft zijn tijd gehad. Hmm. Nu iets anders. Dus daarin leer ik heel veel van kunstenaars. Daar werk ik in graag in de buurt ook van kunstenaars. En ik heb ook al veel met ze gewerkt. Maar wat je ziet bij kunstenaars is dat ze hebben geleerd om hun systemen af te breken. Dus ze maken iets, maar het is niet als het klaar is, gaan ze niet reproduceren. Maar dan gaan ze weer iets anders maken. Hè? Of het systeem duurt zolang het nodig is en dan is het klaar. En dan breken ze het af. Dat is ook heel letterlijk. Dus ik heb bijvoorbeeld een vriendin die maakt prachtige beelden in klei. En monumentaal en kleiner. Die heeft een heel oprijlaan. Die bestaat uit kapot gegooide stukken. Gewoon omdat ze dan denken, ja, het is niet goed. Dus we gaan weer iets nieuws doen. Nou, dat moet je zo'n organisaties proberen. Om gewoon iets weg te gooien. Gewoon te zeggen van, het voldoet niet meer. We scheuren het door meer. Dat is een enorme daad. En daar ligt heel veel druk op. En ja, dat is interessant. De situatie van de kunstenaar is natuurlijk ook anders. Die hoeft geen loon te betalen. Die loopt in principe niet zoveel. Maar dit is ook een hele interessante. Ja. Waarom is de situatie van een kunstenaar anders? Die doet net zo goed werk. Wij zijn vergeten dat wij allemaal in zekere zin kunstenaars zijn. Mm-hmm. Hoe bedoel je dat? Nou, ik denk. Nee, misschien moet jij zeggen, waarom is het anders? Waarom is een kunstenaar anders dan in organisatie? Waarom is een kunstenaar anders dan organisatie? Op zijn best is een organisatie verantwoordelijk voor het leven van haar medewerkers, voor de succes van haar klanten. En speelt ook een rol in die maatschappij. Dus als die organisatie wegvalt, dan kan er een bepaalde rol wegvallen, waardoor al die dingen verkeerd gaan. Een kunstenaar, als die een kunstwerk weggooit, dan heeft hij een kunstwerk weggegooid. Ik zie niet hoe daarbij meerdere mensen en meerdere onderdelen van de maatschappij nadeel aan kunnen ondervinden wanneer het fout gaat. Zo'n organisatie's risico's zijn veel groter dan die van een kunstenaar. Ik zou dat willen bestrijden. Ga je gang. Omdat ik denk dat het zo is dat in organisaties heel veel verloren gaat, je zou kunnen zeggen weggegooid wordt, doordat er niet wordt weggegooid. Mm. He, dus ik denk dat heel veel, ik doe het nou even op één hoop hoor, maar dat er heel veel regels in organisaties zijn die juist belemmeren wat er eigenlijk moet gebeuren. He, dus die waardoor er zeg maar van wat de oorspronkelijke bedoeling was van die organisatie, Dat daar juist niet aan wordt voldaan vanwege al die regels. Dus ik denk dat die regels veel vaker iets in de weg zitten dan dat ze iets bevorderen. Dus ik zeg niet alle regels en ik zeg niet alle systemen, maar juist die veelheid ervan. En ik denk uiteindelijk dat bij kunstenaars dat die veel meer risico nemen, omdat die bereid zijn om echt iets op het spel te zetten. Kijk, het is ook interessant hoe jij over organisaties praat. Dus jij zegt van, je hebt organisaties die zijn dan verantwoordelijk voor hun medewerkers. Maar wat is eigenlijk een organisatie? Ja, dus er is een idee van een soort entiteit, een organisatie die iets is waarin medewerkers zijn. Maar die medewerkers, die zijn de organisatie. Mm-hmm. Dus het is heel interessant dat wij dan dus denken van, ja, dan zie je al die loskoppeling. Zie je dat? Dan heb je dus een organisatie en daar zijn regels in. En daar zijn ook medewerkers in. Maar die medewerkers, die zijn die organisatie. Die zijn onderdeel van de organisatie inderdaad. Die zijn het gewoon zelf. Dan, maar wat in een organisatie is bijvoorbeeld vaak het MT of de directeur of whatever. Die zijn degene die de beslissingen nemen. Ja, dat denken wij.
die hebben dan de opdracht om beslissingen te nemen. Maar die zijn totaal afhankelijk van het werk wat ze noemen. Niet voor niks het primaire proces is het primaire proces. Hmm. Bestuurders en management, dat is allemaal het tertiaire proces. Hè? Dus, en tussenin heb je dan, zeg maar, zo noemen ze dat de stafafdeling ondersteunen, dat is secundair. Iedereen heeft het over werkvloer en primair proces, maar het is niet voor niks primair proces. Dus het bestuur en de management is eigenlijk niets meer dan, en dat gaat mij niet om waarderen of iets dergelijks, maar niets meer dan die maken het mogelijk dat het primaire werk kan gebeuren. Maar wij hebben dat, ook dat zicht zijn we verloren. Dus wij denken dat de organisatie vereenzelvigen we met bestuur en management. Mm-hmm. Die er dan voor de medewerkers, dat is, ze zijn er inderdaad voor de medewerkers, zou je kunnen zeggen, maar dan trekken we eigenlijk iets uit elkaar van wat een organisatie is. Ja. Dus je zou zeggen dat organisaties meer een kunstenaars mindset nodig hebben. Dat denk ik zeker. Want ja, je gebruikt inderdaad ook veel kunst in je werk. Ja. En heeft dat alleen maar te maken met het makkelijk kunnen loslaten van. Nee, het heeft heel veel te maken met dat wij in veel organisaties zijn vergeten wat werk eigenlijk is. Ja, dus wat wij in de moderne tijd, in onze moderne organisaties doen, is dat we heel veel bezig zijn met het bedenken van dingen. Producten, processen, weet ik wat niet allemaal. Die verzinnen wij in ons hoofd. Nee. Of die maken expertafdelingen. En dan vervolgens laten we die uitvoeren door mensen. En dat zijn dan medewerkers. Ja. En we vergeten dan dat tussen dat moment dat er iets is gemaakt en het moment van het bedenken, dat eigenlijk een vitaal vakmansding is. Hè? Dat is eigenlijk het werk. Mm-hmm. Hè, dus als je naar een school kijkt bijvoorbeeld, hè, je kunt zeggen er zijn lesprogramma's en er is ook een bette rondom lessen en dat soort dingen. Lesprogramma's. En je hebt mensen die dat onderwijs uitvoeren. En we staan eigenlijk onvoldoende stil bij datgene dat het in de klas zelf gebeurt. Daar gebeurt het. Ja. Daar gebeurt het. He, dus we maken ons heel erg druk over al die examenreglementen en wat voor onderwijs het moet zijn. Maar het werk zelf, wat er ter plekke tussen een docent of tussen een leraar en een leerling gebeurt, dat is waar het over gaat. En dat zijn wij in heel veel opzichten vergeten in organiseren. Dan zijn we alleen maar bezig met alle dingen eromheen te regelen. Mm-hmm. En dat voelen ook heel veel professionals. Hè. Die voelen ook van, mijn werk doet er niet meer toe. Dus ik voer iets uit wat een ander heeft bedacht. Maar mijn vakmanschap wordt eigenlijk niet meer uitgedaagd. En ik denk, als je naar kunstenaars kijkt, die hebben juist dat stuk tussen bedenken en wat er produceren. Dat is het maakproces. En dat is eigenlijk het belangrijkste aandachtsgebied. Hmm. Ja, dus voor een kunstenaar is het zo dat het niet zozeer belangrijk is om van tevoren te bedenken, wat zal ik eens gaan maken? Of dat als het klaar is, dat hij denkt, van, nou, nu heb ik iets gemaakt, dat is het. Maar dat moment daartussen, dat is eigenlijk het belangrijkste moment. En in dat tussengebied ontwikkelt het werk zich ook. Er kom je ook weerstanden tegen die je tot vernieuwing kunnen leiden. Hmm. En wij zijn volgens mij in heel veel van ons moderne werk, dat handwerk, dat vakmanschap, de professionaliteit als het ware echt, die zijn we vergeten. Ja, dus die slaan we als het ware over. Die bedenken we ergens. Die laten we bedenken door specialisten. En uitvoeren door mensen op de werkvloer. Maar daarmee is het hele cruciale van onderwijs, dat verdwijnt heel makkelijk. En het cruciale van het onderwijs is die interactie tussen docent en leerling in principe. Ja. Dat moment waarop je met elkaar, waarop je iets leert. Als en leerling. Als leerling of scholier. Ja. En hoe zou dat eruit zien in een land waar we nu in leven, als daar wel meer ruimte voor zou zijn? Als er wel meer ruimte zou zijn voor de vakmanschap en voor die individuele karakter van elke klas, laat ik het zo zeggen, en elke organisatie. Want een probleem, dus het is ook weer een probleem van die bureaucratie, namelijk dat we moeten kunnen zorgen dat elke klas aan dezelfde maatstaf voldoet, zodat we kunnen meten wat er aan de hand is. Ja. En nou, wat weten we dan eigenlijk echt? Dat is ook maar een vraag. Dat is een goede vraag, ja. Maar het feit dat,
dat er wel gemeten moet worden. Daar moet je wel mee leven. Daar komt denk ik niet zo makkelijk over. Nou, de vraag is, hoe meet je? Hè? Dus je kunt meten door een soort, hè, zo'n lijstje met van die vinkjes, bij wijze van spreken. Maar je kunt ook meten door echt goed te kijken. Of wat je nu ziet veel, is dat er veel, dat het idee van verhalen vertellen, dus ervaringen uitwisselen, dat eigenlijk veel meer inzicht biedt in de kwaliteit van bijvoorbeeld onderwijs, dan wanneer je zo'n afvinklijstje hebt. Hoewel zo'n afvinklijstje op bepaalde dingen best wel kan helpen, hoor. Dus het is niet zo dat het allemaal negatief is. Mm. Ik denk dat de belangrijkste verandering die je dan zou moeten constateren is dat wij meer in onzekerheid leven. Misschien leven we eigenlijk niet meer in onzekerheid, maar we zijn ons bewuster van de onzekerheid. Op het moment dat we ons minder vast gaan houden aan algemene lijstjes met algemeenheden of algemene uitgangspunten of normeringen, dan is we kunnen nu nog de illusie hebben dat we het allemaal in standaarden kunnen vangen. Ja. En een deel is ook wel zo. Dus ik zeg niet dat het helemaal niks is, hè. Als je dat zou loslaten en je zou zeggen dat daar gaan we niet meer op varen, op toetsen, dan betekent dat je veel meer met elkaar in gesprek moet en dat je ook veel meer onzekerheid moet toelaten over die algemeenheden. Dus het is ook het loslaten van een idee van algemene kennis en algemene normen en algemene meetmogelijkheden. En dat is natuurlijk een enorme stap, want dat past niet in ons rationele wereldbeeld. Wij hebben toch het idee dat we ergens moeten afstevenen op een soort van waarheid. Ja. Dus het vraagt eigenlijk, en dat is denk ik wat moeilijk, het vraagt om het vermogen om in onzekerheid te kunnen leven. En ik denk dat die onzekerheid niet groter is, niet wezenlijk groter is, niet feitelijk groter is dan die van de lijstjes. Maar daar hebben we nog altijd de illusie van de lijstjes. Ja, duidelijk. Dus het komt weer heel erg terug op het punt wat je aan het begin maakte. Organisatie is heel goed, daar kunnen we heel veel mee, maar het is een organisatie. Het is één manier om de wereld te organiseren. Ja. En daar kennis van nemen, daarmee kunnen leven, met die paradox. Dus ik heb het nodig om de wereld te kunnen structureren, maar het is niet de wereld zelf. Ja. Dat is eigenlijk de scheidslijn waarop jij eigenlijk je werk doet met organisaties dan. Ja, dat is eigenlijk maar een heel klein beetje. Het is natuurlijk ook vooral een heel erg mentaal proces, hè. Het is heel mentaal wat ik doe op een bepaalde manier. Ik bedoel ik niet dat het cognitief is of zo, maar het is... Mentaal voor jou of mentaal voor de mensen? Nou, het is, ik denk dat het echt heeft te maken met dat je kan zien hoe wij met onze manier van denken een wereld creëren waar we zelf in verstrikt raken. En als je dat kan zien en die vrijheid van denken kan openen, dan opent zich ook een werkelijkheid die aan de ene kant heel veel ruimte biedt. Voor heel veel mensen in onze tijd ook voor mij spannend is. Maar ik denk wel echt de moeite waard. Omdat ik denk dat het leven op de een of andere manier niet zit in de georganiseerdheid van ons bestaan. Maar in alles wat daar aan ontsnapt. En wat is het risico dat we lopen als we dit niet kunnen? Ja, je ziet het nu gebeuren. We maken onze aarde gewoon fysiek kapot. Zo simpel is het. En wat is de winst die we kunnen halen als we het wel goed doen? Nou, het is een goede vraag. Ik moet je eerlijk zeggen, maar dat is eigenlijk weer een heel nieuw hoofdstuk in mijn eigen denken. Is dat ik nog heel lang heb gedacht dat ik met mijn manier van kijken en denken en in gesprek gaan daarover in organisaties en daarin werken. Dat ik daarmee de organisaties of de wereld menselijker zou kunnen maken. Hmm. Maar ik begin de laatste tijd ook te twijfelen aan het woord menselijk. Want? Omdat ook het begrip menselijk weer zo'n soort... illusie creëert van dat wij als mensen goed zijn. En misschien zijn wij wel eigenlijk een verschrikkelijke diersoort die zoveel kapot maakt dat wij ons misschien niet moeten wensen dat de wereld menselijker wordt. Ja, dus misschien is het zo dat de menselijke natuur zo in elkaar zit dat we beter wel kunnen ketenen aan een organisatie om te zorgen dat we onszelf niet opblazen. Ja, dus dan zijn we in een andere situatie. Ja, nou ja, het is.
Ik ben nog niet zo ver. Nee. Ik ben nog niet ver genoeg daarin. Maar ik denk wel ook het idee van menselijkheid als de maat. Dat is maar de vraag of dat nou zo goed is voor onze wereld. Want dan zeg je nog steeds dat je de mens zeg maar centraal stelt. En de vraag is of dat eigenlijk wel zo'n goed idee is. De vraag is of het... Als je probeert naar het geheel te kijken. En dus uit die fragmentatie. En voor zover dat kan hè, als mens. Maar laat ik het proberen. Dan is de vraag of de mens eigenlijk wel zo'n goede uitvinding is. Op deze aarde. Ik vind het leuk om misschien hierbij te eindigen. Want dan eindigen we met op een stuk waarin we het onweten of het niet weten laten... Prevaleren. Prevaleren, inderdaad. Zeker. Jason, heb je nog misschien nog een vraag? Nee. Ja. Dan wil ik je hartstikke bedanken, Mieke, voor je komst. Ja, jij ook. Bedankt super interessant. Voor je vragen en je luisteren. Ja, zeker wel.